En zo, dames en heren, beleven we vandaag de ene plezante stoet achter de andere. En de volgende plezante stoet, Pelagie bij de dokter. Als u aangekleed is, mag u binnenkomen, nietwaar, juffrouw? Ja, kom, zeg. Zijn we aangekleed? Ja, in orde. Kom die maar bij mij, hè. Zijn gereed, zeg. Daar zit nog veel volk, Salamauteke. Dat zal dan 600 frank zijn voor het visiet. Hoeveel? 600 frank. A moi. Zijn toch aan een specialist? Ja, u zijt toch wel onder een bond, zeker, nietwaar? Onder een watte? Onder een vereniging, onder... Onder een vereniging, dat zeker. Onder de muziekmaatschappij. Nee, ik druk me misschien verkeerd uit. U bent wel onder een ziekenkas. Onder een belangenmaat, onder een ziekenkas uit die, waar hij de god aan houdt. Als je op de boot woont, dan zet hij van zijn lijf niet ziek. Dan heeft hij zo'n kas niet nodig, zal ik? Hij zal eens met je afkomen, nou was hij. Emmekes. En gediend hier allang in de stad? Ik dien draaminde dien ik naai in de stad, zeg, want mijn moeder had niet geiren, nee. Mama, die had dan niet geiren, ze zei, maar Pelagieke Mauteke toch, zei ze. Wat houden dan toch in de stad voor te werken, zei ze. En voor te dienen alleen bij ons thuis is er zoveel werk, je weet hoe dat een moeder is, hè. En dat boer, zei ze, ik heb het niet geiren, je bent veel te schoon, zei ze. Ja, je weet hoe dat een moeder is, een manneke, hè. Ze had niet geiren, maar die nadraam in de stad, ja. Ja, je ziet, in de stad moet zo'n meisje zoals u altijd oppassen, nietwaar? Ja, dat zeker, mijn moeder zei het. Maar Mauteke toch, zei ze, wat gaat dat dan toch doen? En pas op, zei ze, want in de stad is er geen ene vent die deugt, zei ze. Ja, dat zeker, op de boten zijn dat allemaal fermkadeien. En allee, daar zit geen kwaad in, maar in de stad wel, hè, maat. En ze zei het, als ze het vragen, zei ze, je zegt maar altijd nee, zei ze. Maar ik heb al eens ja gezegd, doe ik ze, hè. Ah ja, ze zeggen, de strek is dat dier op kiel, ik zeg ja, zeg dan. Ah ja, 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 natuurlijk. Dat is natuurlijk. Toch zesde maat, ja. Hè? Ik heb u dus gezegd dat u. Hoe zal ik het zeggen, dat u. Ja. Wat zei hem? Ja, maar zegt dat is wat beter. Mijn gezellen dan niet horen. Ja, ik heb u dus gezegd dat u in blijde verwachting is, nietwaar? In wat? In blijde verwachting. Allee, dat zal zeker niet plezant zo, hè? Blij. Wat wil dat zeggen? Ja, u is toch bij mij gekomen en u hebt toch gezegd dat u zich niet goed voelde, nietwaar? Dat u gedurig draaienissen kreeg? Ja, dat is juist, ja. Oh, manneke, ik droogde van hier naar ginder, hè. En als ik naar hier droogde, dat was ze jarig niet, hè. Maar als ik naar ginder droogde, dan ging ik nogal de gang, hè. Ja. Oh, en... kweer altijd schot, hè. Ja, ja. Ja, ja, dat komt uit, hè. Ik heb u dus volledig onderzocht, nietwaar? Dat weet ik, hè. Dat weet ik, maar ze is van Marie helemaal moeten ontkleden. Dat heb ik van zijn lijf nog niet gedaan, zelf in een vent. Maar alleen, het was toch plezant. Wat was er plezant? Ah, wel, ik was zo overal met je poetjes zo laag te daven en te fritselen. Hè. Dat had ik geëren, zeg. Kom nog eens terug. En u zegt me dus dat u nog nooit met een man bent weggeweest? Nee, van zijn lijven niet, want dat mocht ik niet van mijn moeder, hè. Ja, maar. In de societaat, ja, daar zijn veel mannen in en dan gaan we wel een hoot allemaal. Ja, maar bent u nog niet alleen met een man weggeweest? Van zijn lijven niet, maat. Tot, nu staat u een beetje te beuzelen, hè. U staat een beetje te liegen, maar waarom nu? Nou, is eerst van mijn kave. Kijk, ik me daar niet mee bezig. Als je dan nog eens zegt, sla ik op uw wijze, zullen.
nagedomen, een ongelovige ja, ja, ja. Thomas, hè? Ja, maar u hebt toch een verloofde? Een verwa? Nee, alleen een vrijer, zoals ze zeggen. Belangen die manneke, daar af ik maar niet mee bezig. Ja, het kan toch niet van de hemelse dauw komen? Dat weet ik niet, zelf. Met die lichtaffaires en die maanaffaires. Van wat dat tegenwoordig allemaal komt, dat weet je niet zo lang. Ja, ja. Luister even, de resultaten kunnen toch niet liegen, niet hoor. Ik heb u onderzocht en... denkt u eens goed nou, is er de laatste tijd zo niks gebeurd? Er komt zo wel eens iets in een vrouw haar leven dat ze nooit vergeet, niet hoor? Denkt u eens even goed na, hè? Nou, doe niet als pozen en er komt niks in mijn gedachten, maat. Anders zou ik dat zeggen tegen haar, hè? Ze noemen de schone vinkjes en dan gaat je zo bezieselen. Is er zo niks gebeurd? Later? Het kan niet anders. Is er zo niks gebeurd? Denk eens goed na, even. Ja, als je dat niet gebeurd noemt, ja, maar dat is al een tijdje geleden, zullen, maat. Ja, hoe lang zou dat... Dat is zeker 3 maanden geleden. Dat klopt. Ja? Ja, en vertel die eens verder. Dan ben ik eens gaan zwemmen, hè? Zwemmen? In de pitten van Riemst. Ja? Ja. En dan ben ik dan gaan zwemmen. En? En? Wel, ik was nat. Ah ja, ik lag daar in die pitten en ik was ik aan het zwemmen en ik was bijna verdronken. Hè. En ik lag daar te spettelen en manneken en om hulp te roepen. Hè. Wat zou de gaan doen? Hè? Ja, ja, en maar verder. Ja, verder, ja, maar dan neem ik chance, schatsen. Hè. Dan neem ik chance, schat, manneken. Dan kwam er daar 16 verborgen rijden met een chique kar. En die mensen, die hij mag red. Wacht eens, u weet hem naar mij. Ik ken hem goezelen, maar u kan op zijn naam niet komen. Hè. Ah ja, Zaak de Vocht. Ja. Die van zo'n papegooi, hè? Okay, wil ja, die, ja, hè? Ja, 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 wil. Ja, ja. Die kwam daar verbaan als ik daar lag te spettelen. En die mens, die hij mooi gered. Wel. Luister nu, het gevolg van die redding is dat je nu een gelukkig moederke zult worden. Ai, zees van Maria. Wat een degeniet is dan, hè? Jammer en hij heeft gezegd dat de kindsmaat de gouden maling was.